Zo zag de verbouwde orangerie in Eindhoven-Noord er woensdagochtend uit. De eerste 100 asielzoekers arriveerden er woensdag rond 12:15. Het zijn voornamelijk mensen uit Syrië. In het gebouw zijn de afgelopen weken kleine werkzaamheden geweest om het beter geschikt te maken voor bewoning. Het standaard kastruimte, dus één persoon heeft één kast, een stapelbed, er zit hier een kleine wasbak in, er staat een tafel met wat stoelen en een waterkoker, een klein tv'tje en een koelkast. De orangerie aan de Castilielaan gaat 700 asielzoekers huisvesten. De bewoners komen van allerlei locaties van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. De top 5 van vluchtelingen die momenteel in Nederland worden opgevangen bestaat uit Syriërs, Afghanen, Irakezen, Eritreërs en Somaliërs.